Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Bewolking ligt eigenlijk ver bij Nederland vandaan. Het is tamelijk helder en de neerslag die nog op de Noordzee valt blijft daar. De wind wordt namelijk zuidelijk vandaag en blaast die wolken geleidelijk verder bij ons vandaan. Het is dan ook vrij zonnig, met in de ochtend in het noorden hier en daar nog wat wolkenvelden. En later vandaag misschien in het zuidwesten wat bewolking. Maar neerslag is niet aan de orde. Het wordt vanmiddag 4 tot 6 graden. De wind is zuidelijk, matig tot vrij krachtig. Misschien hier en daar krachtig een keer in de kustgebieden. Voor vanavond hebben we helder weer op het programma en de temperatuur daalt snel. In de nacht komen we onder het vriespunt. Het gaat een paar graden vriezen tot lokaal zelfs min 5 graden aan toe. En morgen loopt het kwik dan weer op naar 4 tot 6 graden met flink wat zon, meest in het oosten van het land. En de wind is nog steeds zuid tot zuidoost, matig tot vrij krachtig van kracht. In de nacht naar donderdag gaat het regenen en valt hier en daar ook wat natte sneeuw, vooral in het binnenland. Donderdagochtend regent het nog wat, daarna klaart het weer op en wordt het 5 tot 9 graden maar liefst. En vanaf vrijdag is het maximale graad of 8, met zonnige perioden en het blijft meest droog. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.